Stressvrij Leven podcast nummer 60. Vandaag in gesprek met Eleonore van der Voren van Inner Sound Healing. Zeg ik dat goed? Nou, Inner Sound Retreats. Inner Sound Retreats. Inner Sound Retreats. Ja, ik zei het niet goed. Ik zei het helemaal niet goed. Inner Sound Retreats. Mm-hmm. Nou, laten we maar meteen met de eerste vraag dan beginnen. Wat zijn Inner Sound Retreats? Nou, dat is een hele vraag. In principe is Inner Sound begonnen omdat... dit is ook iets wat ik op dit moment niet alleen doe. Dat doe ik met twee andere mensen. Omdat wij voelden dat er te weinig aandacht werd besteed aan het verbinden. Eigenlijk een relatie te ontwikkelen met jouzelf. En Inner Sound gaat daar heel erg over om dus ook de tijd te nemen om niet alleen maar sociaal te verbinden met je vrienden en mensen waar je om geeft, maar ook eigenlijk dat soort relatie te creëren met jezelf. En vooral nu tijdens, eigenlijk ja, hopelijk afrondend van de coronapandemie, merken we dat dat heel erg nodig is, omdat mensen toch best wel veel alleen zijn geweest. En zo niet alleen, dan toch wel heel veel levensvragen naar boven zijn gekomen, waarin soms het lastig is om daar richting aan te geven. En ja, en daar willen we graag ondersteuning in bieden. Daar komt het eigenlijk op neer. Ja, ja, mooi. Hey, en Inner Sound, dat gaat over geluid. En een van de dingen die jullie in de retreats doen zijn sound baths. Ja, daar kwamen wij ook met elkaar mee in gesprek. Hè? Ja, precies. Jij geeft geluidsbaden. Ja, precies. Ja. Ja. Je kan het verschillende manieren noemen. Sommigen noemen het de sound healing of de sound journey. Allemaal Engelse termen wel, merk ik. En een sound bath. Ik vind zelf sound bath het fijnste klinken, omdat het ook echt een soort van bijna... Ja, het is echt voor mij een ervaring van... Die ik ook ervaar als ik in bad zit. Waarin je gewoon echt helemaal jezelf kan toelaten staan om te ontspannen. Mm-hmm. En daardoor ook echt alles los kan laten wat een beetje in de weg zit. En dat kan natuurlijk zijn emotioneel, maar ook energetisch of in je hoofd. Gewoon psychisch eigenlijk. Maar ook fysiek kan ook. Ja, dus ja. Dat is wat het eigenlijk ja, inhoudt. Ja, ik heb er zo'n baden in geluid, daar heb ik ook meteen een soort van gevoel bij van... Ah. Ja, precies. Daarom vind ik het ook heel erg passend. Ja. 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 Mm-hmm. Hey, en hoe doe je dat? Nou ja, goed. Op zich zijn er verschillende manieren of verschillende instrumenten om het te doen. Maar over het algemeen is de meest traditionele vorm het gebruiken van Tibetan singing bowls. En klankschalen noem je dat in het Nederlands. Soms heb ik heel veel Engelse termen. Ja. En kan je er wel één laten zien? Want die heb ik natuurlijk hier best wel wat staan. Dit is ook mijn favoriete. Dit is de klankschaal. Mm-hmm. En ja, ik kan ook wel heel kort even laten horen. Alleen maar om een heel klein effectje te geven. Wat zo'n klankschaal dan, waarom dat baden zo klopt. Ja. Omdat het ook echt golven zijn. Ja, het zijn geluidsgolven. Ja, ja. Die blijven door vibreren. En dan, nou, het idee is dan dat je dat dus gaat combineren met verschillende soorten schalen. De bronzen schalen zijn de traditionele schalen eigenlijk. Mm-hmm. Maar tegenwoordig een beetje meer de new age thing. Dus dat is sinds de 20e eeuw. Zijn er ook crystal balls, kristallen. Klankschalen. Ja. En die geven wel een echt ander geluid. Mm-hmm. Sommige mensen zeggen een beetje meer kosmisch of zo. En dat dit eigenlijk meer aards is. Mm-hmm. Ja. Goed. En ander geluid. Want doet dat geluid meer dan alleen maar een geluid zijn. Dus zoals als ik naar muziek luister, dan kan ik dat mooi vinden of niet mooi vinden. Mm. Ik heb ooit een keer een sessie gehad met klankschalen. Ja. Dat voelde ik. Ik hoorde het niet alleen met mijn oren, maar ik voelde het ook in mijn lijf. Dus klopt. Die trilling die ging eigenlijk gewoon door heel mijn lijf heen. Dat is echt wel iets anders dan alleen maar geluid maken.
Nou, het is zo dat wij natuurlijk voor 70% uit water bestaan. En geluid heeft heel erg effect op de vibratie van het water in ons lichaam ook. Mm-hmm. En nou is het zo dat water eigenlijk hetgeen is wat ook ons schoonmaakt. Dus ook eigenlijk daardoor dus, ondersteunt om te ontgiften. Hè? Dat is een hele belangrijke functie van het water wat in ons lichaam zit. In verschillende vormen natuurlijk. Maar ook omdat we dus uit zo'n groot gedeelte uit water bestaan. Betekent dat door zulke, in zo'n vibratie te zitten voor meestal een half uur of een uur. Soms ook langer. Dat dus effect heeft op echt de structuur van het water in onszelf. En dat betekent dat daardoor ook spanning en bepaalde dingen gewoon los worden getrild in jezelf. Dat is gewoon letterlijk wat er gebeurt, ja. Hey, en je zei net, dit is mijn favoriete klankschaal. Wat maakt dat deze schaal favoriet is voor jou? Nou, behalve dat die handgemaakt is. Wat ik heel belangrijk vind, is dat het geluid wat hier uitkomt. Wat best wel bijzonder is voor een klankschaal die zo groot is. Twee tonen heeft. Dus hij legt die heel goed hoort, een hele lage vibratie. Maar ergens zit er ook een hele hoge toon in. Dus daar zit al een harmonie alleen al in die schaal. Vaak gebruik je meerdere schalen om daar te gaan zingen op verschillende tonen. Met klein en groot. En daarin dus zeg maar harmonieën te vormen. Maar soms zijn sommige schalen die hebben dat al in zich zitten. En dat is gewoon bijzonder. Dat is bijzonder, vind ik zelf ook het mooiste. Ja. En hij klinkt heel lang. Dus dat is meteen ook, dan weet je ook of een schaal eigenlijk een goede kwaliteit heeft. Dus eigenlijk waar die heel lang door blijft vibreren. Stopte jij nu zelf ik het geluid? Stopte hem, ja. Ja, dat dacht ik al. Het was ook een hele abrupte stop. Ja. Ja. Mm-hmm. Ja. Ja. Als je hem niet had gestopt, hoe lang, weet je dat? Hoe lang die dan ongeveer... Nou, ik denk wel dat deze zeker wel een minuutje door kan gaan. Kan zingen. Ja. Kan vibreren. Ja, ja, zeker. Ja. En soms kan je ze ook op je lichaam leggen. Verschillende plekken op je lichaam. Om dan eigenlijk dus daar meer ruimte te creëren. Want als iets losgetrild wordt, of je brengt die vibratie erbij. Dan geef je ook de optie om daar op die locatie dus meer ruimte te creëren. En dat is eigenlijk precies wat yoga en al die mindfulness dingen... Uiteindelijk de grondlegging zit heel erg daarin dat er gewoon een bepaalde contractie is en een expansie. En dat is heel belangrijk. Dat is eigenlijk waar alles op is gebaseerd. Op pulsering. Mm-hmm. Net zoals onze hartslag. Net zoals een dag die open gaat en sluit. Nou, alles is dat. Zeg maar. Ja. Hey, ja. Wat hebben klank of een vibratie en stress met elkaar te maken? Nou ja... als je het dan hebt over, dan kom ik weer op met Engelse termen, maar contractie, zal het in het Nederlands zijn, contraction, samenkomen. Samen trekken. Ja, en dus ook weer expansie, mm-hmm. is eigenlijk dan een stressreactie, een contractie. En dan zou je kunnen zeggen dat bijvoorbeeld het behandelen met het geluid van de singing bowls juist weer heel erg in die expansie gaat. En misschien zelfs wel in een best wel verre expansie. En dus eigenlijk zijn ze ergens tegenovergesteld aan elkaar. Mm-hmm. Omdat, kijk, je kan je ademhaling gebruiken om... Hè, dichter te gaan en weer open te gaan. Maar dat is eigenlijk, ook al is dat een hele belangrijke, natuurlijk, dat is natuurlijk een manier waarop wij dat lichamelijk doen, zorgen singing bowls ervoor dat je eigenlijk nog veel verder open gaat. Hoe langer je dat natuurlijk ook doet. En stress eigenlijk dat je veel te ver dicht gaat. Dus niet dat een beetje stress niet verkeerd is. En weet je, want uiteindelijk is het de bedoeling natuurlijk dat de expansie en contractie is. Dus zonder stress is er ook geen contractie. Dus het is best wel, oké dat er ergens een bepaalde level van stress is, dan is er ook geen motivatie. Mm-hmm. En dat is ook goed voor je lichaam eigenlijk. Alleen natuurlijk weten we ook dat als dat dus langer aanhoudt en we dus ook niet daarna weer gewoon in expansie kunnen gaan, dan is daar een probleem. En dat, dat merken we in de maatschappij. Ja. Mm-hmm. Ja, dus chronische stress is niet oké. Nee, ik bedoel, heel de dag in een soundbad liggen. Het is niet slecht voor je of zo, maar het is ook niet, noodzakelijk natuurlijk. Ik heb het wel, toen ik tijdens mijn training heb ik het 2 dagen gedaan. Dat ik echt 2 dagen
achter elkaar. Ondergedompeld in ja, echt wel 6 tot 8 uur echt wel intensief bezig was met dus die stinging bowls. En daardoor eigenlijk heel veel in dat geluid zat. En ik merkte dat ik er wel dat ik me wel heel erg goed voelde toen. De eerste dag al, de tweede dag nog meer. Dat ik veel meer ontspannen kon reageren op mijn omgeving. Dat ik eigenlijk alles wel prima vond, zeg maar. Dus ook niet heel erg dat, weet je, dus gespannenheid voelde eigenlijk. Maar ja, ik werd er ook wel een beetje, minder doelgericht van. Want ja, alles is prima. Dus dan heb je ook niet zo heel erg sterk het gevoel van, oké, ik moet bepaalde dingen echt behalen. Omdat je gewoon helemaal, uitgezoond bent. Ja. Dat is grappig, dus, ja. Als ik je zo hoor vertellen. Dan zeg je eigenlijk, te veel spanning is niet goed. Alleen maar ontspannen zijn is niet goed. Het is een kwestie van de balans vinden. En het ene moment misschien wat meer aangespannen zijn. En het andere moment wat meer. Dus het ene moment wat meer contractie. En het andere moment wat meer expansie. En de bowls. Ik denk dat het heel erg aan je persoonlijkheid ligt. Ja. Eerlijk. Want ik denk dat sommige mensen heel erg de tendency hebben om heel erg in de ontspanning de hele tijd te gaan. En dat er mensen zijn die de neiging hebben om heel erg in die contractie, dus in die stress te gaan. Ja. Omdat het ook ergens adrenaline is, hè, en het lekker drive en zo. En dat geeft ook een kick. En ja, ontspannen voelt natuurlijk ook heel lekker. Maar dan snap je dan dat heeft dus ook te maken met jouw persoonlijkheid. Ja. Ja. En ik denk dat juist mensen die meer stress ervaren, dus ook meer vaker moeten ontspannen. En mensen die te veel ontspannen, misschien ook best wel wat meer pitter in mogen. En ja. Dus als je van nature al heel gespannen bent, is het misschien niet heel handig om de hele tijd in zo'n soundbath te gaan zitten. Want dan hoor je nog meer, hè, dan krijg je eigenlijk nog minder die drive en de. Maar deze podcast is gericht op de meeste mensen die luisteren naar de podcast zijn mensen die geneigd zijn om wat meer in de stress te zitten. Ja. En dan zou dit een hele mooie aanvulling zijn om daar gewoon even wat meer openheid in te krijgen en wat meer rust en ontspanning. Zeker. Het is echt een manier om ontspanning te vinden. Nou, eerlijk gezegd vind ik dat het echt dé manier is. Het is niet voor niks dat ik het doe. Mm. Omdat ik heb eigenlijk in mijn studie vooral gericht op het onderbewustzijn. En daarin dus ook gericht op, vanuit yoga ben ik best wel snel in yoga nidra gegaan. Wat een ontspanningsyoga is. En dus daarbij ook in yoga nidra. Sound healing heb ik een beetje zelf bedacht. Maar toen merkte ik van oké, ik wil daar ook training in hebben. En wat het dus, waarom dit zo interessant is. En waarom ik denk dat dit echt de manier van loslaten is. Komt omdat we niet hoeven te praten. We hoeven alleen maar aanwezig te zijn. En dus het is heel low-key eigenlijk. Het is heel laagdrempelig. En hetzelfde van 1 uur nidra yoga. Maar ook dus een sound healing. Die hebben gelijksoortige effecten. Dat is hetzelfde als 4 uur slaap. Dus daarom, en in die tijd kan dus je lichaam veel sneller weer op gang komen om eigenlijk te helen, om het dan maar zo te noemen. Ik hou niet heel erg van het woord helen, maar goed, te helen. Zeg te herstellen, zeg maar. Reparatiewerk uit te voeren. Net zoals een power nap eigenlijk dat ook dat effect kan hebben. Mm-hmm. Ja. Ja. Hey, je noemt net yoga nidra. Die hadden we nog niet, gehad. Ja. Wat is yoga nidra? Ja, het heet eigenlijk letterlijk vertaald. Wat ik heb letterlijk vertaald is het yogic sleep. Je ligt ook echt een uur lang op de grond. En niet op bed of zo, echt op de grond. Dat is heel belangrijk. En dan is er de houding in yoga die heet corpse pose. Dat is de lijks pose. En daarin, dat is meestal het einde van de les. Maar in dit geval is dat dus heel de les. Waarbij je handen open hebt en je schouders gewoon je borst open. Zodat je lichaam eigenlijk heel erg open ook wel staat, ook al lig je op de grond. Dus je gaat niet op je zij liggen of zo. En
Ja, het principe is dat dan iets waarbij je de hele tijd bij je lichaam blijft. Dus in plaats van dat je mag heel diep ontspannen, maar je wil zo net op die grens blijven tussen slaap en wakker zijn. En dat is een beetje de gouden plek waar je ook met soundhealing wil blijven hangen. Stel dat je nou in slaap valt, dan is dat natuurlijk oké. Maar in principe voor jouw delta, het gaat erover dat je dus die golven hebt in slaap. En stel dat jij lager gaat, dan ga je in een diepe slaap. En eigenlijk in een diepe slaap herstellen we niet zo snel. En behalve dat kost het ons ook weer veel meer moeite om eruit te komen. Dus dan komen we er ook veel vermoeider uit eigenlijk. Tenzij en dan heb je het over de hersengolven, hè? De hersengolven, ja. Ja. Dus, nou, hier zeg je wel iets heel belangrijks. Dus je gaat, zeg maar, in die yoga-houding liggen. Daar blijf je een uur. Dus je bent niet allerlei yoga-poses aan het doen. Maar het is gaan liggen en dan blijven liggen. En een bepaalde staat opzoeken van tussen waken en slaap in. Ja. Maar daar zit een, dat is het punt van ontspanning. Maar stel nou dat ik helemaal niet zo ontspannen ben. Dus ik hoor heel vaak mensen die zeggen, mediteren. Ik ben veel te onrustig om te mediteren. Zeker. Wat doen we dan? Nou, wat we dan doen, ik heb dit ook meegemaakt, zeker in lessen. In de eerste instantie dacht ik ook, goed, wat is dit voor interessant punt? Wat moet ik hiermee? goed. Wat het is dat ontspannen gek genoeg ook iets is wat we soms kunnen dus blijkbaar verleerd zijn. Of misschien nooit geleerd te hebben. En dus dat is iets wat we kunnen leren. Wat we moeten leren. En dat betekent dat, dat ik dan ook heel erg aanraad om niet te denken dat je meteen helemaal weg bent. En echt helemaal alles los kan laten. Want blijkbaar zit er dan ook een beetje een controle ding en zo. Is dat moeilijk? Maar wat wel kan, is om daar gewoon naar te kijken. Dan wel daar met de intentie te zijn om gewoon een fijne relatie te hebben met je lichaam. En gewoon heel erg blijven focussen op het in- en uitademen. Dus in plaats van in je gedachten heel erg mee te gaan in misschien wel weer verhalen en zo. Wat natuurlijk... Eleanor, je viel weg. Sorry, binnen. Wat daarin wel belangrijk is om echt gewoon dan terug te gaan naar je ademhaling. Dan ga je steeds meer merken dat het beter gaat gewoon. Dus, ja. De eerste keer dat ik mediteerde, dacht ik, jezus, wat saai. En toen dacht ik, leuk zou maken. Toen dacht ik, waar kan ik mooie verhalen over bedenken. Nou, dat was natuurlijk super, ook wel fijn ergens. Ik heb best wel veel fantasie, maar het was natuurlijk niet mediteren. En na een tijdje, merkte ik van, er is ook gewoon daarin iets anders. En hoef je net te zoeken, dat is er eigenlijk al. En dat is dus ook het soort van mystische eraan, dat je het dus op een gegeven moment, dat zich wel op een gegeven moment laat zien. Door gewoon heel erg in contact te blijven met je eigen ritme, met je eigen ademhaling, misschien zelfs je hartslag. Dat is ook een hele goede. En wat ik je eigenlijk hoor zeggen is, dat is een fase waar je een beetje doorheen moet. En een goede yoga nidra les, die geeft ook heel erg veel aandacht dus aan het verbinden met je met je vijf zintuigen. Dus je bent heel erg bezig met voelen van je lichaam in plaats van denken met je hoofd. Mm-hmm. En dat blijf je dus de hele tijd in die les doen, door bepaalde punten op te zoeken en door dan elke keer weer de aandacht te brengen naar een bepaalde plek en hoe dat voelt. En door daar de hele tijd in begeleid te worden, want dat is traditionele yoga nidra, kan je dus eigenlijk ook steeds meer dus jouzelf jouw verhaal loslaten. Okay. Gaat dan dus het is iets anders dan dat je gaat liggen en een uur ligt zonder dat je daar begeleiding bij krijgt. Ja, zeker. Eigenlijk is het meer een soort geleide. Moet ik dan zien dat het een soort geleide meditatie is? Ja, het is geleid, zeker. Ja. Ja. Ja.
Hey, wat doe jij dan als begeleider? Dus stel ik ga liggen, hè? En ik ben heel onrustig. Ja. Ja, wat ik al eerder aangaf, als dat zo is, dan begeleid ik jou heel erg naar het voelen van jouw lichaam op de grond. Dat hoor je misschien wel vaker ook in yogalessen, maar het voelen van je lichaam op verschillende manieren. Misschien soms zelfs ook de adem door je neus gaat, hele kleine dingen. Mm-hmm. Zeg maar als er wind is of kleine geluidjes, probeer gewoon jezelf misschien zelfs te kaderen terwijl je ogen dicht hebt in een ruimte. En zo ga je steeds meer eigenlijk vanuit je hoofd naar je lichaam. Hey, en zeg ik dat dan bijvoorbeeld? Van, ik ben heel onrustig. Of is het de bedoeling dat ik mijn mond hou en dat jij dat misschien ziet aan de manier waarop ik lig of zo? Nou, ik kan wel zien als je niet ontspannen bent. Want ik voel dat ook, maar ik zie ook wel als mensen niet ontspannen zijn. Uiteindelijk ga je namelijk natuurlijk naar je buik ademen. En dan zie je ook dat mensen heel langzaam zo die ademhaling hebben. Dan zie je die bolling van de buik. En dan komt het weer terug. En dan zie je ziet het ook aan hun gezichten natuurlijk. Maar je voelt het ook wel echt in de sfeer. En het fijne van een groeps, vind ik persoonlijk, groepslessen daarin, is dat je neemt elkaar ook mee. Dus als er een paar mensen diep gaan, dan kunnen andere mensen dat mee een soort van zich gaan optrekken. Ja, ja, maar dat werkt ook wel averechts misschien. Dat als een bepaalde groep echt totaal het lastig vindt om te ontspannen, dan kan het dan ook wel ook voor zorgen dat het dus voor iedereen dan wat lastiger is. Maar ja, weet je, ik geloof ook wel dat dingen zijn zoals ze moeten zijn. Dus als zo'n groep samenkomt, dan is dat gewoon wat het is. Dan moet je daar gewoon mee werken. Dan is dat wat. Ja. Precies, dat is het. Mm-hmm. Hey, je had het over de retreats, hè? Dus een van de dingen die daar zijn de klankschalen en de yoga nidra komt daarbij. Mm-hmm. Wat wordt er nog meer gedaan in zo'n retreat? Ja, we hebben het retreat zo ingedeeld dat het gaat van stilte naar geluid. Dus de eerste dag is ook 24 uur in stilte. Daarin gaan we wel wandelen en heb je tijd om ook bepaalde gewoon voor jezelf dingen op te schrijven. Er zijn yogalessen, er zijn meditaties. Natuurlijk is er wel een aankomstdag. Dus in die dag kan je wel praten en jezelf voorstellen en wat eten samen en zo. Dus dat is er gewoon. Maar eigenlijk daarna, de volgende ochtend is meteen helemaal stilte. 24 uur dus, of tenminste tot de volgende ochtend. Mm-hmm. En de dag daarna gaan we wel juist meer in ook luisteroefeningen, luisteren naar elkaar. Wat hoor je jezelf zeggen? Wat hoor je eigenlijk echt de ander zeggen? Hoe aanwezig ben je eigenlijk in jezelf? Mm-hmm. Dus dat speelt dan heel erg. En natuurlijk zijn er nog meer. Ik ga ook niet alles vertellen. Maar dingen niet alles doen. Klappen. Nee. En de laatste dag gaat heel erg ook over celebrating. Over het vieren van wie je bent en wat en waar je staat op dit moment. Want het is heel vaak dat we heel erg bezig zijn met doelen stellen. En dat is natuurlijk top. Maar daarin vergeten we soms van, oh ja, maar wacht even, hier stond ik en hier ben ik nu en daar ga ik naartoe. En dat stukje van, oké, maar dit heb ik al gedaan, dat wordt heel vaak vergeten. En dus daarin willen we wel aandacht ook geven van, oké, dus stel dat je dus niet zo goed voelt misschien over waar je, dat je niet zo zeker bent, dat je een bepaalde richting voelt en ik weet niet, voor iedereen is het natuurlijk anders. Om ook wel even stil te staan van, hey, ik heb eigenlijk al deze dingen al gedaan. En dit ben ik nu. En daar ook gewoon, en ook gewoon daarvan genieten. Weet je wel? Gewoon genieten van, ik ben deze persoon. En wat kan ik daarvan genieten, zeg maar? Wat vind ik daar zo fijn? Jij bent uiteindelijk degene die met jouzelf heel leven door moet. Dus dan is het denk ik wel, dan merk ik aan mezelf ook heel erg dat het gewoon belangrijk is om daar ook van te genieten. En en dus ook dat aan jezelf te kunnen geven, zeg maar. Mm-hmm. Dus dat is ook een onderdeel. Ja. Hey, hoe ben jij in die yoga en mindfulness en sound healing terechtgekomen? Hoe is dat?
Nou, grappig genoeg, sound healing was tijdens mijn studie al een beetje aanwezig, maar heel, zeg maar, ik was toen in India geweest en elke soundbowl moest ik aanraken en zo, maar ik daar had niks mee gedaan voor jaren. Ja, en hoe ik eigenlijk met yoga ben begonnen is, nou, misschien ook wel een grappig verhaal. Maar om het heel kort te zeggen, ik werkte toen ergens in een, tijdens mijn studie in een cafeetje in Amsterdam. En mijn collega die vertelde een verhaal over The Beautiful Ones. En dat heeft mijn leven veranderd, komt het eigenlijk op neer. Want toen hij daarover vertelde, had hij het over een experiment met muizen. En die werden losgelaten op een voetbalveld. En die muizen die begonnen dus heel erg zich voort te planten. En op een gegeven moment werden ze ook ziek. En begonnen ze elkaar op te eten. En dan werd het eigenlijk helemaal heel onprettig, heel vies iets. Maar het waren een paar muizen en die stapten eruit. En die gingen wel goed voor zichzelf zorgen. Maar die deden ook niet per se mee met het groepsgedrag, zeg maar. Die gingen weg. Die gingen gewoon meer zich richten op zichzelf en hun eigen gezondheid en well-being. En die werden dus toen de Beautiful Ones genoemd. Het waren er een paar, die hebben gewoon een ander plan getrokken en die bleven ook daardoor eigenlijk gezond en gelukkig. Nou goed, hoeveel kan je geluk bij een muis testen? Meten. Maar ja, toen hij mij dat verhaal vertelde, was ik echt net aan het einde van mijn studie. En ja, dan moet je dus gaan beginnen. En toen... En welke studie deed jij? Ik deed cultureel maatschappelijke vorming. Dus ik was heel erg bezig met educatieve programma's maken voor verschillende doelgroepen eigenlijk. Mm-hmm. Dat was wel echt mijn richting. Dus dat doe ik eigenlijk nu ook, maar dan met mindfulness. Ja. Maar ja, en toen ben ik 3 weken later op het vliegtuig gepakt. Toen ben ik naar Thailand toe gegaan. Heb ik daar mijn teacher training gedaan. En eigenlijk zo door blijven gaan. Ja, ja. Dus dat teacher is, training van yoga. Ja, dat was wel yoga, ja. Het was 3 maanden uiteindelijk echt 8 uur per dag meditatie. En yoga was heel intens, zeker. Ja. En daarom ook wel, ja, denk ik wel, omdat het zo lang en intens was, heeft het ook wel echt wel dingen veranderd, zeg maar. Ja. Ja. Wat is jouw relatie met stress en burn-out? Ja, ik zat daar ook aan te denken, want het tweede wat mij überhaupt bij yoga is gebracht, is dat tijdens mijn opleiding merkte ik dat ik gewoon heel veel wou doen. Buiten studeren werkte ik 4 dagen in de week en ik was denk ik 1 keer in de maand in ieder geval een weekend in het buitenland te vinden. En dat was dan nog 1 ding en dan had ik 20.000 hobby's. Dus ja, ik was best wel uitgeput. En op een gegeven moment merkte ik dat ik daar dus zo'n last van had, dat ik ook echt een paniekaanval had. En ik wist helemaal niet wat het was. En ik was er ook wel van geschrokken. En toen ben ik bij de huisarts gekomen en die heeft mij toen naar een ademhalingstherapeut gestuurd. En dat was eigenlijk de eerste keer dat ik met zoiets in aanraking kwam. Toen merkte ik dus ook pas hoe gespannen ik eigenlijk was. En dat het dus helemaal niet fijn voelde in mijn lichaam en zo. En dat het heel fijn voelde om wel te ontspannen. En toen gaf zij ook aan van, nou, je moet gewoon 2 of 3 keer in de week yoga gaan doen. Toen dacht ik, toen deed ik wel af en toe yoga hoor, maar niet heel vaak. Toen dacht ik, oké, dit ga ik aanpakken. Dus daar sta ik mee begonnen. Ja. Mm-hmm. Mooie reis. Ja, zeker. Hey, als mensen nu zitten te kijken of te luisteren, of allebei, en denken, zo'n soundbath of misschien wel een heel retreat, dat wil ik ook. Kan het ook los van elkaar? Kunnen mensen ook los van elkaar? Ja, ja, zeker. Kan ook individueel. Ik heb in principe, ik geloof zelf gewoon heel erg wel in groepswerk. Maar individueel kan het ook, zeker. Mm-hmm. En waarom geloof je zo in groepswerk? Wat is het nou, omdat in principe wat ik voorheen ook al benoemde, dat we eigenlijk daardoor een groter veld kan creëren van ontspanning eigenlijk. Mm-hmm. Ja. Ik herken het ook. Maar... Ja, ik kan het niet echt heel erg praktischer uitleggen dan dat, zeg maar. Het is, stel je gaat sporten of zo, je staat in je eentje te sporten en denk je oké. Ik ga sporten, want dat wil ik doen of zo. En ik ben wel gemotiveerd. Maar... En dan opeens sta je met 5 man. Hè,
burpees te doen. En dan denk je, nou ja, ik ga dit doen. Weet je? Dus dat is een beetje, denk ik, het idee van als je alleen... De energie wordt versterkt. Ja, dat dan wordt de energie gewoon versterkt. Ja, dus dat vind ik zelf gewoon wel. Maar goed, het is ook een beetje de vraag. Kijk, stel dat er iets is gebeurd waardoor jij heel erg veel spanning voelt. Stel dat er iets gewoon iets heftigs is gebeurd. Ja. Dan kan ik me voorstellen dat dat ook heel kwetsbaar voelt. En ik heb ook wel iemand ooit toen zo in de les gehad. En toen dacht ik, ja, misschien is het dan ook wel goed om, dat dan, om daar meer aandacht voor te kunnen geven. En dan het dus wat kleiner te maken. En gewoon wat meer... persoonlijke begeleiding te kunnen geven. Ja. Ja. Ja, ik denk ook dat het alles te maken heeft met veiligheid. Hè? Dus hoe veilig, altijd. Veilig voelt jouw zenuwstelsel zich in die omgeving. Ja. Ja, maar ook jij met die persoon. Zeker. Ja, ja. Ja hoor. Mm-hmm. Precies. Ja. Hey, waar kunnen mensen informatie van jou vinden? Ja. Nou, in principe voor het retreat op dit moment hebben wij een website. En dat is gewoon innersoundretreats.com. Mm-hmm. Zo simpel. En verder, mijn naam is dus Eleonore van der Voren. Dus op Instagram en Facebook sta ik zo aangegeven. En kunnen mensen ook via die kanalen met jou in contact komen. Ja, zeker. Ja, ja, ja. En ik ben zelf ook wel dus ook actiever in Amsterdam. En daar geef ik nu ook één keer in de maand een grote sound healing. En binnenkort ga ik ook beginnen met eigen praktijk weer. En ook kleinere sessies. En dat zal dan denk ik wekelijks zijn. Individueel kan altijd dan dus ook ingepland worden. Ja, dat kan allemaal. Okay. Nou, ja. Helemaal goed. Hey, als er mensen nu... kijken of luisteren en heel veel stress ervaren. Mm-hmm. Of misschien al helemaal opgebrand zijn. Mm-hmm. Uitgeput en opgebrand. Ja. Wat is de belangrijkste boodschap die je ze mee zou willen geven? Ja, ik denk dat een belangrijke boodschap dan is, als dat echt zover is gekomen, dan voelt het volgens mij echt vooral dat je met je hoofd tegen een muur aanloopt. En dat dat dus dat het belangrijk is om dus meer ruimte in jezelf te ervaren. En dat zit niet in je gedachten. Want die ruimte is er al. De gedachte is eigenlijk hetgene wat het dus tegenhoudt om die te ervaren. Mm-hmm. Maar dat zit wel in je... sowieso zit het om je heen. De ruimte is er, dus het zit sowieso om je heen. En ik denk dat voor veel mensen dat dan ook betekent dat ze... misschien wat meer aandacht kunnen besteden om dingen te doen die ze gewoon fijn vinden om te doen. En dan komt daar vanzelf dus ook meer een fijn gevoel bij. En meer ontspanning. En ja, wat ik dan zelf eigenlijk toch wel heel erg aanraad, is ook echt meer in bad te gaan. Dat is denk ik wel een van de makkelijkste manieren, want water is ook wel echt iets wat spanning weghaalt. En ja, dus geluid is ook een vorm daarvan om dat te doen. Zelf heb ik heel erg geëxperimenteerd ook met ijskoud water. Dat is niet zo heel leuk, maar voor je depressie of zenuwstelsel is dat wel echt de snelste manier om weer te herenergizen. Dus dat zijn denk ik wel de belangrijkste dingen, ja. En ik ben ook orthomoleculaire diëtist, therapist, therapie, dat gaat over voeding. En wat dan toch wel echt heel belangrijk is, is om gewoon wel te beginnen met het nemen van een goede multivitamine en meer vitamine C. Want vitamine C is toch wel echt de key om meer energie te ervaren in je lichaam. Mm-hmm. En dat mag je dan wel echt lekker gewoon veel nemen, zeg maar. Dus dat is wel, qua voeding wel denk ik een van de belangrijkste dingen die ik mee kan geven, ja. Oké, top. Mm-hmm. Dankjewel voor de mooie boodschap. Yes. Mag ik jou heel hartelijk danken voor het fijne gesprek. Ja, zeker. En veel plezier en succes met de retreat. Yes, dankjewel. Fijne dag. Tot ziens. Doei. Ciao.